Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 10 februari. Gods acapelliefde. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In de Bijbel wordt er over verschillende vormen van liefde gesproken. Zo betekent het Griekse woord filio bijvoorbeeld vriendschap of genegenheid. Dan is er eros, of de hartstochtelijke gevoelens voor een geliefde. Er is echter nog een derde, hogere vorm van liefde. Agape is de liefde van God voor zijn Zoon en voor de hele mensheid. Het is een liefde die opoffert en prijsgeeft. Het is de liefde die wij terugvinden in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Er zijn zoveel Bijbelversen die over dit onderwerp gaan. Dit is werkelijk iets waarvoor je de tijd zou moeten nemen om te bestuderen. Een andere Bijbeltekst die ons leert over de betekenis van agape-liefde staat in Matteüs 5, vers 44. Deze vertelt ons onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen. Het is niet moeilijk om voor mensen te bidden die goed voor ons zijn, maar het kost jezelf iets om voor iemand te bidden die je verwond heeft. Het is gemakkelijker om samen te zijn met bijvoorbeeld vrienden uit je kerk, maar het kost meer moeite om iemand op te zoeken die alleen en ongelukkig is en naar hem of haar te willen luisteren. Dat is agape-liefde. Je geeft je eigen gemak op om iets te doen wat juist is. Je kunt agape-liefde tonen door geduldig te zijn met mensen, begrip te tonen, iets bemoedigends te zeggen of soms juist iets niet te zeggen als je dat wel had gekund. Als mensen zijn we zelfzuchtig van aard en vragen ons continu af, en ik dan? Het is tijd om zelfzucht de oorlog te verklaren met agape-liefde. Het is tijd om doelbewust goed en liefdevol voor mensen te zijn, terwijl we leren en begrijpen wat de Bijbel ons vertelt over liefde. Laat Gods agape-liefde in jou overstromen naar anderen. Laten we samen bidden. Heer, uw krachtige agape-liefde is verbazingwekkend. Geef mij de kracht om ten strijde te trekken tegen zelfzucht en doelbewust te kiezen voor een leven vol van agape-liefde. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.